Vandaag spelen we Minecraft en hebben deze twee kijkers een map voor ons gebouwd. Max, volgens mij hebben ze dit van het internet gehaald. Maakt niet uit, Robin. Gun ze dit. Het gaat om het idee. Laten we kijken of Robin en ik uit deze map kunnen ontsnappen. Hallo! Jongens, welkom bij een nieuwe video. Vandaag sta ik hier met Robin in een prachtige grote witte kamer. Robin, dit is jouw plekje om te beginnen. Dit is mijn plekje. We hebben een nieuwe. Komt-ie? Wow. Map van een kijker, jongens. Hello. Het is geweldig. Het is groot, Robin. Ik ben er klaar voor. Ben je er ook klaar voor? Ja. Je ogen zien er weer mooi uit. Hoezo? Nou, gewoon. Oké, Robin, ik ga in mijn hokje staan. Ga jij maar in jouw hokje staan, zou ik zeggen. Ik ben er. Samenwerken. Welkom bij onze map. Moedig Robin aan. Je kan het, Robin! Woehoehoe, Robin! Ja, dat is serieus wat ik hier moet doen op het moment. Ik moet je aanmoedigen. Robin! Oh. Robin! Robin! Als je klaar bent... Op de rode blok. Ga als je klaar bent op de rode blok staan om Max te bevrijden. Robin! 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 Ja, je kan ja. Het! Je kan het! Dit is serieus wat ik moet doen. Moedig Robin aan. Oh, dankjewel. Je hebt hem voor me geopend. En nu? Wat moet ik doen? Moet ik nu parcouren naar, naar boven of zo? Ja. Hoe zit het? Ik hoef jou niet aan te moedigen, staat hier dus. Nee? Nee. Waarom? Dat vind ik serieus lullig. Ik moet jou helemaal aanmoedigen. Ik doe mijn uiterste best zodat jij gewoon... Het level haalt en dan vervolgens ga je mij niet aanmoedigen. Nee, zeker. Rode blok. Hey. Oké. Hoorde jij ook een draak? Ja. Oh. Voltooid, level 1. Nou, we hebben level 1 voltooid. En het level 1 was eigenlijk meer een soort tutorial level volgens mij. Level 2. Goed gedaan. Je bent opgewarmd. Om een geheime toegangspoort van de Japanse nobele clan te ontdekken, moet je de toegangscode kraken. Zoek de nummers in de huisjes, zet ze in de juiste volgorde en schrijf de code op het sign. Nou, Robin, laten we allemaal weer aan onze portal springen. Ja, gaan we. Hoppakee. Level 2. Geheime toegangscode. Oeh, zoek de cijfers, zet ze in de juiste volgorde. Ik pak de huis links wel. Ik heb huis nummer 3. Welke is dat? 2. Waar is 1 dan? Huis 1 dan? Oh, die is hier. Ik heb huis 1 en dan heb jij huis 4. Wat rare volgorde. We gaan zoeken. Oké, laten we kijken of wij geheime toegangscodes kunnen vinden. Vind je het donker? Ja, ik vind het best donker, ja. Hier, ik heb nog niks gevonden. Ik heb hem gevonden. 9. 9. Oh, hier, kijk. Ik heb 8 in huis 3 gevonden. Dan ga ik wel naar huis 1 en jij zit in huis 4. Ik ga naar huis 4. Ik zit in huis 1. Oh, hier zit een... Ja, let maar op, dan moet ik daar weer naar binnen. Ja, door al die kopwebs heen. Ja, natuurlijk. Mag ik me ook verruilen? Oh, wacht. Nee. Oh. Zo ja, blij dat ik daar niet in ben gegaan. Het is wel... Ik wil ruilen. Oh, ik heb hem ook. 4. Oké, dan heb even ik... even kijken, want ik denk dat we hier wat missen. Er staat een pijl met een kist en ja, daar zit weer niks in natuurlijk. Nee, oké. Ja, ik heb hem gevonden. Wat is dit? 4 huizen, 4 nummers. Oké, ik doe wel gewoon op plek 1 deze. Op plek 3 doe ik die, als jij dan de andere erin doet. Nee. Hoezo niet? Wat ben je aan het doen? Oh, je bent er wel in gegaan. Ja. Oké, doe ze hier maar in. Ik heb de goede volgorde al, denk ik. Ik ben benieuwd of huis dit werkt. Huis 4, huis 2. Wordt goed gedaan. Ja. Wacht, er is ook nog een huis 5. Laten we even naar huis 5 kijken. Maar we moesten toch op een sign schrijven? Pak een toegangscode voorbeeld. Oh! Ah! Toegangscode. Wat zou de toegangscode dan zijn? 4981. 4981. Heb ik het fout gedaan? Ja, want hij moet op de bovenste rij. Staat het reset knop. Oh, hij moet op de bovenste rij specifiek. Dat denk ik 4, wel, ja. Wat was het ook weer? Weet niet, moet ik weer teruglopen. Jeetje, mina zeg. 4981. Hij was goed, Robin! Hey! Ik ga hierin. Nee, ik kom toch ineens. Nee, ik kom toch één keer ineens. Nee, dan ga ik toch... Nee, dan... Huh? Oké, prima. Nee, je hebt me achtergelaten! Oh, gelukkig maar. Robin! Ik ben... ja, jongens. Nee! Vanaf nu neem ik de video... Nee! Max, even stil, ik neem de video over. We gaan naar level 3. Goed gedaan. Nee, Max, mis je eigenlijk wel. Ja, ik mis je ook. Kom me ophalen, alsjeblieft. Oh, je hebt me opgehaald. Ja. Dankjewel. Ik lees. Goed gedaan. Het is nu tijd om je parcoursvaardigheden te testen. Maar echt... Nu geen opwarming. Vergeet niet dat communicatie cruciaal is voor succes. Wees voorzichtig en lees welk item op welk item gaat. Als je niet weet waar je dan moet springen, kijk dan gewoon in de spiegel. In de spiegel? Oké, ik ben heel benieuwd. Ik ga op mijn kantje staan. Parcours, duo parcours. Gast, dit ziet er cool uit. En wat is het groot. Jee. Oh, en jij bent mijn spiegelbeeld. Ik snap hem al. Maar alleen mijn spiegelbeeld loopt voor. Oké, wacht. Wacht. Mijn spiegelbeeld loopt voor. Hoe kom ik naar boven? Waar moet ik heen? Hoe ben jij naar boven gegaan? Ik snap er helemaal niks van. Wacht Gansie. Even. Ja? Ja? Jij moet waarom zie je wat? Oké, wacht. Tel Kijk. De redstone dingen zijn voor mij het spiegelbeeld, zie je? Daar moet ik op staan. Op de redstone toortjes. Ah, snap je hem ook? Nee. Ik kan het alleen niet halen, ik ben niet zo goed. En moet ik dan op de endrots of zo? Kijk,
denk het wel, ja. De endrots is misschien voor jou weer wat. Kijk, want ik kan hier omhoog. Oh, kan jij hem open doen voor mij? Ja. Oké, okay, hou hem open, hou hem open. Ah! Oké, okay, ja, moet dan het nu dan doen. Heb je pech ook, dan ga ik nog verder. Nee, want dit is teamwork. Tell teamwork your friends is... waar de redstone doortjes are. Ah, ja, oké. Okay. Maar waarom in het Engels? Van... ja, wat denk je? Ze hebben het gestolen. Ja, natuurlijk. Dit is gestolen. Ik heb hier een redstone torch. Magische torch. Kan geplaatst worden op yellow concrete. Daar. Ja, maar... ik... ja, oh, ik kan in de chocobox stoppen. Hier, die is voor jou. Dankjewel. Doe ik hem hierin. Oké, okay, wat gebeurt er dan? Nou, dan gaat denk ik de deur open. Ja, dat dacht ik wel. Hoe wist je dat? Ja, geen idee. Magische button. Can be placed on magenta concrete. Die heb ik. Hele duistere gangen hier. Oh, maar wacht. Die moet ik zeker eerst aan jou geven. Ja, die heb ik nodig. Hier. Dankjewel voor de magische button. Geen probleem. Oké, die plaatsen we dan hier. Dan kunnen we er doorheen. Weet ik niet. Misschien dat de deur opent. Nou ja, oké, ik heb hier een magische lever. Can be placed on grey concrete. Deel 2. Oh, we zijn nu in deel 2 van de map. Hallo? Hallo? Kan je de deur openen? Nee. Ja, wat nee? Ja, nee? Wat nou nee? Ja, hoezo wat nou nee? Doe open. Ja, maar hoe? Ik moet het op grijze concrete plaatsen, maar ik weet toch niet waar grijze concrete is? Ja, het is hier zo belachelijk groot. Even kijken. Allemaal zo moeilijk. Waar is grijze concrete? Ja, weet ik veel. Ja, dat zal ergens daar zijn. Er is hier geen grijze concrete. Ja, nou hier ook niet. Alleen een boom. Met Engelse tekst. Engelse gestolen tekst. Grey concrete. Ik ga zoeken of ik het kan vinden. Ik kan het niet vinden. Ik heb gezocht. Ik heb alles gedaan in mijn bereik. Kijk, dan ga ik nu wel proberen het parcours te halen. Ja, misschien is er ergens boven of zo. Kijk, er zijn hier onzichtbare blokken, zie je? Ja. Maar ze... ja, je moet gewoon in de spiegel kijken weer. Ja, maar... oh, hier dus. En dan hier. Maar dan is er... er klopt iets niet. Waar moet ik nu op springen dan? Op die? Hier. Nee, er is niks. Hè? Wacht. Als je niet weet waar je hier moet springen, kijk in de spiegel. Oh, hier. Dan hier. Ja. Dan hier. Moeilijk, Robin. Het is moeilijk. Nee, het is helemaal niet moeilijk. Jawel, ze hebben me veel te moeilijke taken gegeven. Ja, maar ze weten dat ik dit niet kan, dus hebben ze het jou gegeven. Ja, dat klopt. Hierheen. Waar? Het zit wel hier. Hier moet ik heen. Oké, ik weet waar ik heen moet. Zo. Zo. En dan waar nu heen? Schuin naar links. Nee. Ja. Oh, het zit hier, zat hij. Hij zit ergens hier. Jongen, ik moet toch grijze concrete voor jou vinden. Weet ik veel waar dat zich bevindt. Ik heb hier helemaal geen zin om op te wachten. 5 uur later. Nee, niet 5 uur later. Kijk maar, ik haal het gewoon in 1 keer. Hier. En nu? Ik zie het volgende naar blokje de muur, niet. Ergens. Hoezo naar de muur? Weet je hoe ver dat volgende blokje is? Nee, ja, bij de muur zit hij dus. Ergens. Nu gewoon rechtdoor, denk ik. Precies rechtdoor? Ja, dat weet ik niet. Je moet tellen die andere blokjes. Ja, zie je wel. Oh mijn god, Robin, dit is eng. Ik ben nog nooit zo ver geweest in mijn leven. Gast! Ik ook niet. Waar moet ik nu heen? Help me, help me. Kom hierheen. Kom. Waarom sta je wel daar? Je moet toch... oh, ik je kan natuurlijk kan niet verder. Is daar misschien de grijze concrete? Ik mag het hopen voor ik je. Ik hoop dat ik het haal. Wacht, ik moet even denken, even tellen. Ik moet ongeveer langs dat blokje. 3 blokjes is daar. Ah! Oké, het is gehaald. Ik heb het gehaald. Oh man. Ik ben er zo klaar mee. Nee, nu moet het helemaal opnieuw. Oké, nu, ik ben zo meteen terug als ik dat blokje ben. Trouwens, de grijze concrete is gewoon hier. Waar? Naast de deur, dus die moeten we even overgeven door de shulkerbox. Oh, natuurlijk! Oh my days, we moeten gewoon overgeven in de shulkerbox. Ik ben zo blij dat ik het nu zie. Oh mijn god, anders hadden we dat allemaal opnieuw moeten doen. Oké, jongens, we zijn nog niet op dat blokje waar ik zei dat we zouden zijn als ik terug zou komen, maar dit is beter. Anders hadden we waarschijnlijk heel het parcours opnieuw moeten doen. Ja. Oh mijn god, natuurlijk moest je het gewoon geven via de shulkerbox. Wat dom. Ja, nee, maar ik had dit blokje ook niet gezien. Nou, dit is jouw schuld. Dit is jouw schuld. Hallo! Zo, ik ben er ook. Ik moet hier rechtdoor als het goed is. Oké, dan gaan we allebei het parcours proberen te halen. Ik snap dan niet waarom jij niet verder komt. Wat, ik dacht, moet ik hem daarboven plaatsen dat het dan werkt voor jou of zo? Hoe zit het? Ik blijf op mijn blokje staan. Nee, wacht. Oké, blijf daar staan. Kijk, dan kunnen we van elkaar spieken, zie je? Wacht, kijk, dan ga ik verder. Ja, oké. En dan... Ik spring er gewoon af. Moment. Oké, zo. Ik wacht wel op je. Dit gaan we tegelijk doen. Ja, zeker. Ja, dat is eng, hè? Jeetje, Mina! Oké, ik ga verder. Ik wacht boven wel op je. Ja, natuurlijk wacht jij weer boven. Oh, dit is moeilijk. Ah, nee! Oh, ik ben er bijna, Robin. Ik ben er bijna. Maar dit sprongetje vind ik niet leuk, die ik nu moet maken. Dit vind ik geen leuk sprongetje.
Ja! Oh, oké. Oh, het laatste sprongetje. Ja! Oh, ik heb hem! Wat ben ik er blij mee! Oké, Robin, nu wachten we op Robin en ja, dat gaat even duren waarschijnlijk. Let op, hè? Ik heb hem binnen 2 seconden gehaald voor de video. Oké. Ja, 2 seconden! Wow, 2 seconden, Robin! Hoe heb je dat zo snel gedaan? Oh mijn god, oké, nu ga ik wel naar beneden springen, want het duurt echt veel te lang. Hey, we hebben hier een magische torch, kan op yellow concrete geplaatst worden. En ik heb een, iets anders. Nee, wacht. Kan je deze... Oh, gelukkig. Ik dacht, we moesten weer helemaal terug. Magische lever. Hey. We hebben hem gehaald. Level 4. Welkom in de grot van Wonder. Om deze grot uit te komen, moet je alle 3 de kaarsen aansteken. Je zal nodig hebben 3 flinterstiel. Verken alle grotten om te vinden wat je nodig hebt. En negeer die prachtige boom niet. Oké, ben je niet, Robin? Je wesselen van Plik? Jij laten we wesselen van Plik. Wil je wesselen van Plik? Nee, laat maar. Level 4, grot. Waarom hebben we allebei een andere ingang als we toch op hetzelfde punt terechtkomen? Grot van verwondering. Oh my days. Wat moeten we doen? Ik ben helemaal verwonderd, Robin. Hij heeft letterlijk net uitgelegd wat we moeten doen. Ik heb een zwaard. Nee, dat heb je niet nodig. Leg terug. Waar. Nee, dat heb ik niet nodig, want deze die, kan ik ook kapot maken. Nee! Nee! Stop! Kijk, die kippetjes. Oh, kippetjes en Kirby. Echt leuk. Waarom Kirby, inderdaad? Oké, laten we kijken wat we allemaal kunnen vinden. Jeetje, wat is dit? We moeten kaarsen aansteken, dus dan hebben we nodig flint en steel. Hebben de makers het goed gemaakt? Hè? Ik heb een magic pickaxe met red concrete terracotta. Oh ja. De makers goed gemaakt dit. Ik zit in de grot van Kirby volgens mij. Allemaal roze hier. Verder niks te vinden. Ik kan red terracotta. Als je dat vindt, kan ik het slopen. We moesten de boom trouwens niet negeren. Ik negeer de complete boom. Ik ook. Ik ga er niet eens naar kijken. Ik ga niet eens aandacht aan geven. Snap ik, zou ik ook niet doen. Hey, ik heb een geheime gang gevonden. Oeh, wat heb je gevonden? Een geheime kelder met de 3 kaarsen. Oeh, wat voor kleur? Ja, dat maakt het niet uit. Ja, weet ik veel. Ik wil gewoon interesse tonen in wat je allemaal zegt. Nou, gewoon blauw, rood en groen. Oké. Eigenlijk boeit het me niet, maar ik wil gewoon interesse tonen. Ik wil gewoon leuk overkomen. Beter je best doen. Hebben jullie de kaarsen laten branden? Nee. Nee, daar zijn we net mee begonnen. Ja, maar er stond een bordje en ik lees het voor. Ik negeer nog steeds de boom. Snap ik, zou ik ook doen. Hier is een barrel, die kan ik eruit halen. Oeh, magic flint en steel. Lime candle kan ik aanstekken. Laat zien waar het is. Concrete. Waar? Helemaal achterin. Oh, natuurlijk. Waarom zag ik dat zelf niet? Ik liep er net langs. Boing, boing. Oh, ja, mag jij net zo met koppen hebben succes. Ik ga het aansteken. Ja, vind eerst dat ding maar. Ik ga het niet zeggen waar het zit. Ik denk hier, als ik het in één keer vind, ben ik echt een cirkel. Ja. Maar daar ga je het niet vinden. Ah! Hier bij de kopwebs kan ik ook niks vinden. Ja, of ik ben weer gewoon blind. Dat zou het zijn. Ook niks. Ik denk dat je daar wel iets moet gaan vinden. Ja, dat denk ik ook. Oh, ik heb het gevonden. Wat heb je gevonden? Een geheime ladder heb ik gevonden. Met daar lampjes die aanstaan. En de kaarsen. Oh, en de kaarsen! Ik zag ze niet eens. Oké, ik heb de eerste aangestoken. Ik kom voor de tweede. Oh, jij komt voor de tweede. Jappie toe. Gaan we dan nu de bomen niet negeren? Oké, laten we de bomen inderdaad even bekijken wat er te vinden is in de boom. Ik ga er zelfs inklimmen. Wat vind je daarvan? Ja, dat mag weer niet. Hoezo niet? Hoezo mochten we de boom niet negeren? Wat is er nou bijzonder aan deze boom? Het is gewoon net een barrel in de boom. En daar zit natuurlijk in wat we nodig hebben. Dus oftewel als ik erin klim. En dan heb ik een magic flint en steel. Robin, ik zei het nog. We moesten niet de boom negeren. En jij wilde alleen maar de boom negeren. Ah, je hebt een zwaard. Nee, ik maak een grapje. Ah, nee, stop. Ik ben al gestopt. Oké. Laat ik de laatste kaarsjes aansteken en kijken wat er gebeurt. Ik doe hier de blauwe. Poing. Wat is er gebeurd? Ja, dat doen we lopen. Ik ga verder. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Waar is de deur? Dan ga ik jou ook weer niet zeggen. Welke deur? Oh, natuurlijk. Dat was ik zelf bij de deur. Zo, ik ben helemaal verder. Waar zijn we helemaal bij? Auw! Nee, Artje! Ga er maar in. Ja, kom maar. Auw. Hey, level 5. Wauw, ben je uit de grot gekomen? Erg leuk. Laten we eens kijken hoe je hieraan kunt ontsnappen. Vind de juiste weg uit de doolhof en navigeer je vriend. Oh, dit wordt een dingetje. Nou, dan gaan we. Eindelijk. Ja, ik mag jou navigeren. Oké, wacht. Ik ga loop rechtdoor. Rechts, links, links, rechtdoor, rechts. Echt de verkeerde kant op. Ja, rechts zeg ik toch. Rechtdoor, links. Is dat dicht? Weet ik dan niet. Kan je doorheen. Wat is daar? Follow the red carpets, staat hier. Oh, oké, terug. Jongens, dat hebben jullie niet goed vertaald. Hierheen? Kom op nou. Nee, hierheen. Ja, links, rechtdoor, links, volgen. Eerste afslag rechts. Wow, voor mij ga ik echt in één keer goed. Ik zei rechts! En dan gaat hij naar links. Ja, ik zeg eerste afslag rechts. Ik zelf toch wat ik wil. Rechtdoor? Oh, wat doe je nou weer? Waar moet ga je nou heen? Naar rechtdoor nu. Ik ga gewoon niet shiften. Nee! Laat shift los. Ja, dat is goed. Moment. Oké. Je gaat goed, ja. Eerst rechtdoor.
rechts, links, rechtdoor. Je gaat een rondje van de zaak maken. Naar rechts. Nee, waarom ga je altijd naar links als ik naar rechts zeg? Sorry. Links. Waarom? Links. 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 Rechts. Eerste afslag rechts. Goed zo, je bent er. Ik ben er. Hallo. Zo, dat was echt een lange sprong voor mij. Ja. Level 6, time for crafting. Dit hebben ze gewoon niet eens meer vertaald. Jongens, ik weet dat jullie een map van het internet hebben gedownload, maar kom op, jullie konden op zijn minst een beetje de rest vertalen. Jullie hebben niet eens je best gedaan om level 6 te vertalen. Dit gaan we ook niet lezen dan. Doei. Tijd om te craften. Je moet erg precies zijn met deze. De taak is om 8 verschillende kleuren van glas te craften, maar als je per ongeluk 2 glaskleuren van dezelfde kleur maakt, dan kunnen we het level niet halen. Ah, oké. Okay, dus we moeten oppassen dat we niet dubbel craften. Hallo. Kleurrijk crafting. Oh, hey, oké. Okay. Laten we als eerst hier... is dit oranje? Ik denk het wel. Laten we eerst oranje doen. Ja, dit voor mij... Dit is de smeltkamer. Mijn kennis is dit inderdaad oranje. Deze kamer. Ja, deze kamer wel. Dit is rood, alleen dat is oranje. En dit is lime en roze. Wat moeten we nou doen? Ik snap er niks van. Oh, black dye. We moeten van alle 8 kleuren glas moeten maken. Ik heb al black dye. En we moeten op een bepaalde manier moeten we de dye zien te krijgen. Cactus hier kan ik nog niet slopen, dus ik denk dat we tools nodig hebben. Ik heb hier zand. Ja. Ik heb... laten we eerst even kijken wat we allemaal kunnen verzamelen. Heel veel... Oh, water. Jij hebt water gevonden. Ik heb boomiel gevonden. Daar kunnen we witte dye van maken. Ik heb zand gevonden. Ik heb dat ook gevonden. Hier bloemetjes. Alleen ja, we kunnen niks slopen natuurlijk. Dus we moeten op bepaalde manieren moeten we de blokjes zien te slopen. Zodat we de kleuren kunnen krijgen. Ik kan zand gebruiken om te smelten voor glas. Zullen we dat doen in de smeltkamer? Want dat hebben we sowieso nodig voor glas natuurlijk. Welke kamer ben jij nou geweest? Die cactussen. Ja, kijk, we doen hier smelten. Hier, achter je ligt ook meer. Oké, dan smelt ik dat ook. Hier, dan kunnen we alvast glas maken. Dan heb ik black dye om... zwart glas vast te maken. Want de kleurglas die we nodig hebben is... wit, zwart, geel. Dat is oranje. Wit, zwart, oranje, roze. En geel, blauw, groen en rood. Dus we kunnen gewoon beginnen met... Oké, dat is goed. Dat hebben we nodig. De smeltkamer hier. Is de... Oké, dank je. Is deze hier. Zou ik vast de eerste kleuren maken? Ja. Die we kunnen maken? Kan bijna, overigens. Nog meer zand. Ja, dan mag je zelf gesmelten. Jeetje. En in een andere furnace. Oké, ik ga de eerste maken. Komt-ie. Doen we zo. En dan maken we hem black stained glass. Oké, prima. Ik heb hier een pickaxe gevonden in de oven. Wat kan je ermee hakken? Stone en lapis. Oeh, dat moet je even in de steen dingen. Dat is die daar. Ja, hier. Dan kan je dingen vinden. Oké, ik doe vast zwart plaats 3, 2, 1. Moet ik het plaatsen of... Nee, ik denk gewoon In de dingen kan ik het gewoon zetten. Ja, oké, zwart is goed. Zwart hebben we gefixt. Nou, ik ga hakken, maar ja, ik heb geen idee natuurlijk waar ik heen moet hakken. Ik doe de dye die we niet meer nodig hebben, doe ik in de kist hier, zodat we niet per ongeluk dubbel maken. Ja, jij moet gewoon op zoek gaan naar lapis lazuli. Daar kunnen we blauwe dye van maken namelijk. Oh, dat is de bedoeling. Oh, maar ik kan ook naar boven, jeetje. Heb jij ook die witte dye? Ja. Of die heb ik ook nodig? Ja, kom maar halen. Nou, dankjewel, hè. Hè? Alsjeblieft. Oh, deze kamer is zo groot. Oké, ik heb hier weer genoeg glas. Helemaal dikke. Prima, dan kunnen we nu vast 1... witte dye maken, zo. Yes, daarmee kan ik... Helemaal achterin heb ik het blokje gevonden. Eentje. 1 lapis lazuli. Dat hebben we... Oh nee, 4 okay. Zijn het er. Ik ga de witte gaan we hier droppen. Poing. Zo, dan is wit is ook klaar. Dan hebben we er vast 2. Hier heb je blauw. Dit hier. Zo, dit gooien we hier. Blauw gaan we ook gelijk omcraften. Maar we zijn goed bezig, Robin. Ik heb het gevoel dat ik meer moet halen hier, of niet? Wat denk jij? Ja, ik zou... Ja, als je alleen lapis lazuli en steen kan hakken, wat wil je dan nog meer? Misschien dat je kist kan vinden met een item. Ja... Dat zal wel, ja. Oké, dan doen we de blauwe doen wij hierin dumpen. Baba, ik heb er eventueel nog meer, lapis. Ik weet niet of je dat... Oh, ja, een barrel! Wat heb je erin? Oh, een schaar. Oeh, oké. Kan... Poppy, cactus, dandelion, pink tulip, doe ik dat azuur. Wel. Ja, natuurlijk. Hè. Doe ja, jij mocht het steen doen, dan mag ik dit doen. Ja, nou, maak al die dingen kapot. Nou, die hakken we. Dan hebben wij rode dye, dan hebben wij gele dye. Wat kon je nog meer hakken? Dandelion pink. Oh, dat stond allemaal in die andere kamer. Dat heb ik niet meer nodig. Oh, cactus kunnen we ook hakken hiermee. Ja. Oké, die mag jij allemaal smelten. Heb je ook een leuke taak? Zeker leuk. Waarom ben je nou zo aan het doen? Vind ik stom. Ik ook. Azure bled. Wat is dat nou weer voor rare bloem? Gewoon lichtblauw. Maar waar is die? Die hebben we nog niet gevonden, volgens mij. Nee. Allemaal jouw groen. Smel, doe er zelf wat mee. Oké, ik doe het wel. Nee, doe er zelf wat mee. Ik heb nog geen glas. Hier. Ja, dan kan je toch uit die dinges pakken? Uit die furnaces? Ja, maar ik ga dit helemaal verpesten. Nee. Je moet voorzichtig zijn. Gewoon als het fout doet, is het verpesten. Dat is het enige waar je rekening mee moet houden. Maar waar zijn die blauwe bloemetjes dan? Want die heb ik nog niet gevonden. Moeten we
Wel gewoon van elk glas 8 maken, toch? Ja, kan ook niet anders natuurlijk. Ja, ja, maar we hebben al donkerblauw. We hebben al white stained glass. En we hebben al black stained glass. Dus maak die niet nog een keer, want dan zijn we de klos. Maar wel geel. En rood. Geel moet nog, rood moet nog en roze moet nog. En groen. En groen, inderdaad. En geel. Ach, dan hebben we ze allemaal. Geel ook, toch? Ja. Oh, oranje missen we dan nog. Dat is de enige. Oranje is de enige die we nog missen. Dus er moet ergens nog een oranje bloempje zijn. Oh ja. Hier gewoon kunnen we niet mixen? Eentje ingooien? Ja, ja, okay. De goede kleur erin gooien. Groen. Ja. Rood. Ja, oké, dan is deze klaar. Dan ga je naar de andere kant. Daar doe je die roze. Dan moeten we alleen nog oranje hebben. Maar kan je oranje niet mixen? Jawel, rood en geel natuurlijk. Probeer eens. Ja, niet het glas, de dice. Ja, de dice. Dat kan je toch doen? Ja, ik heb nog geen poppies. Hier. Rood, geel. Ik zit te zoeken naar oranje bloemetjes. Ja, ik zit te zoeken naar oranje tulp of zo. Zo, oranje die. Oranje glas. Hopse, flopse, topse, topse. Hey. Kom op, let's go. Hoppakee! De deur is open, de schaar gaan we droppen. We zijn aangekomen in level 7. Help ze! Wacht. Level 7, opnieuw toegangscode. Maar deze keer binnen verwarde bibliotheek. Je moet de mensen daar helpen. Ze zijn erg in de war en vergeten gemakkelijk hun spullen. Help ze! Vind de juiste volgorde van de toegangscode en schrijf deze op een bord. Veel succes, probeer het in de war te raken. Focus op level 7. Boing! Let's go! Verwarde bibliotheek. De mensen zijn verward hier. Dat is kok Louis. Hey, mijn vrienden. Hey, Louis. Dat is lang geleden. Ja, hoe gaat het met je? Ja, het gaat niet zo goed. In de grote problemen. Echt, wat is er gebeurd? Ik moet een schaap bakken voor de chef, maar ik weet niet hoe een nieuwe rauw schaapvlees is. Oh, wat kunnen we je helpen? Het zou geweldig zijn als jullie... Ik weet, het duurt allemaal te lang. Wat moeten we doen? Vind het rauw schaapvlees en breng het naar Louis. We moeten samen zeggen, geen zorgen, Louis. We gaan het vinden voor je. Drinkt u wel. Oké, we moeten rauw schaapvlees vinden naar Louis brengen. Hier is chef Max. Oh, Robin, je bent aan het praten. Hallo! Waarom gaat die tekst zo snel? Ik kan het niet bijhouden. Mogen we je wat vragen? Niet nu, misschien later. Niet weer het worstenbroodje. Nee. Het worstenbroodje is terug. Hey Max, kijk, hier is een geheime lift. Huh? Daar zijn we al. Eerste vloer. Oké, ik ga wel beneden kijken hier. Naar rauw schapenvlees moeten we vinden. Rauw schapenvlees, oké. Ik heb rauw schapenvlees gevonden. Oh, nou, was dat dan zo moeilijk? Oké, wacht. Moet ik het aan hem geven? Oh, alsjeblieft, we hebben rauw schapenvlees. Wow, bedankt. Jullie hebben me Gerrit. Jullie hebben me Gerrit. Dat staat Gerrit. Met de T. Oké, nog echt. Oké, wat nu? Moeten we nou naar Max? Chef Max. Ja, nu moeten we... Nee, we moeten een worstenbroodje. Hallo, chef. Hij is klaar met eten. Erg leuk. Hoe was het? Het was laat. Maar een heerlijke smaak. Hoe kan ik jullie helpen? We hebben een sleutel nodig voor de zolder, chef Max. Ik wil het aan jullie geven, maar dan moeten jullie mij wel helpen. Wat moeten we doen? Ik ga over drie dagen naar een Grand Poker Tournament. Wow. Maar ik ben mijn gelukshart 7 kwijt. Ik was aan het oefenen om vals te spelen. Doe dat nooit, jongens. Maar natuurlijk. Maar niemand. Breng mijn gelukskaart en ik geef je de sleutel van de zolder. We hebben een deal. Oké, 7 harten. Zoek de kaart 7 harten en breng het naar de chef. Oké, de kaart 7 harten. Harten 7 bedoelen ze dan waarschijnlijk. 7 van harten. Harten 7. Ja. Wacht. Huh? Oh nee, laat maar. Hier staat een 9 op een bordje. Ik ga wel even naar de eerste verdieping. Ja, ik ga met je mee. Oh, dan ga ik naar de tweede verdieping. Oh, daar hebben we een zoldersleutel nodig. En dat is dat we natuurlijk nu aan het regelen zijn. Hier, ga jij maar hier maar naar binnen. De veel te krappe kledingkast. De kledingkast. Oh nee, waarom ben ik hier? Hey, ik heb hem! Wat heb je? De harte 7. De harte 7, laten we hem naar Max brengen. We gaan de grond, hoppakee. We gaan de grond, hoppakee. Je moet gewoon een klik op hem. Alsjeblieft. We hebben de kaart gevonden! Oké, deal is de deal. Hier is de sleutel voor de zolder. Dank je, we zien je over 3 dagen. Veel succes met vals spelen. We hopen dat je op gaat. Hoezo? Ga jij naar het pokertoernooi? Ik niet hoor. Ja, weet ik veel. Tweede verdieping. Dankjewel, je hebt mij naar de tweede verdieping gebracht. Ja, nee, geen probleem. Zolder. Ah, ik heb deze. Nou, ik weet niet meer waarvan, maar ik heb hem. Hoppakee. Grimmig. Het is hier grimmig. Dit is heel grimmig en grimmig. Wat doen we hier eigenlijk? Ik heb geen idee. Wat zijn we hier eigenlijk aan het doen? Ik heb hier een nummer gevonden, een C. Op de 3 na laatste plek. Ja, en er was ook al een 9 op een andere 3 na laatste plek. 2 na laatste plek. Toegangscode sign heb ik gevonden. Kan geplaatst worden op orange concrete. Ik neem het allemaal even mee. Zo. Ja, daar moeten we dan de code opschrijven. C op het laatste plekje. Dat is duidelijk. 1 op het 2 na laatste plekje is C. Dat moeten we onthouden. Ja, het staat op bordjes. Dan, I guess so. Laten we weggaan hier. Eerste verdieping, wat vinden we hier nog meer? Ik had hier ook weer een nieuwe gevonden. Op de 3 na laatste plek is 9. Dus 9C. Oké, dan
Hier ga ik ook een bordje vinden waarschijnlijk. Ik ga hier geen bordje vinden. Ik heb hier geen bordje gevonden. Ik heb hier ook niks gevonden. Oh, ja. In het midden een 8. Een midden een 8. Robin, ben ik nou in een... Huh? Ah! Ik heb een torch gevonden. Robin! Wat is er? Ik heb iets heel raars gevonden. Waarom? Waar ben je? Ik word gek! Kom eens! Kijk. We gaan samen deze kant op, hè? Ah! Loop in je eentje. Wacht, loop in je eentje even gewoon zo ver als je kan. Zo ver als je dat jij denkt dat je kan. Gewoon in je eentje. Ja? Ja, gewoon blijf lopen. Ja? Blijf gaan. Nou, kom maar terug. Hallo. Maar... Dat is stom, hè? Kom terug. Want als ik achteruit loop, dan zie ik wat er gebeurt, neem ik aan. Ah! Dat is nog raarder! Als je achteruit loopt, wat is er nou gek aan? Als je achteruit gaat... Dan weet het wel! Hier is een button, magische button. Kan geplaatst worden op magenta concrete. En als ik terug ga, ik vind dit zo gek. Dit was echt een hele gekke kamer. Hier heb ik de torch voor, kijk. Hoppa. Een magenta concrete. Oh, dan kan ik hier naar binnen. Oké, Windows XP. Hier kan ik dingen activeren. Wat is dit nou weer? Hier is dat een leeg bordje. Ik heb een bordje gevonden met een Z op het laatste. Dus dat is dan 9CZ. Nee, wacht, ik schrijf het ook gewoon op. Streepje, streepje. Streepje, streepje. Streepje, 9CZ. Huh? Dit hebben we al. En dan in het midden een 8. Nog een streepje. In het midden een 8. Dus hier een 8. Zo. Oké, dan hebben we al... We zijn al goed op weg met de code. Kijk. Ik moest hier een deze verplaatsen. Dus je zou zeggen... Oh my days, ik keek naar dat bordje. Ik zag deze mens. Oké, wacht. Dus dan is dit een S? Alice-kamer. Ah, daar. Een V op het laatst. Een V op het laatst. Oké, zo. Dan hebben we hier schilderkamer. Oh, wat irritant. Nee, waarom heb ik deze kamer nou? Ben je al in de serverroom geweest? Weet ik niet. Waarom? Ik heb een kamer met allemaal paintings. Er zit waarschijnlijk iets geheims achter, maar dan moet je dat net vinden. Zat er iets achter? Ja. Wat dan? Nou, gewoon wat we moesten zoeken. Heb een 8 in het midden, zeker? Ja. Een zet op de ene laatste plek. Die heb je al gehad. Verdomme. Die heb ik al gehad. Je bent al wel in de serverroom geweest. Oh, ja. Wacht. Dat was de kamer waar je net naar binnen ging. Oh my days. Het toilet hier. Dat doet niks. Wat goed zeg. Het toilet is niks te vinden. Nee, daar kon ik ook wel niks vinden. Heb je ook in Mickey's kamer al iets gevonden? Weet ik niet. Die was leeg. Nee, oké. Dan is deze kamer dus compleet. Laten we maar wacht even. Ik ga de begane grond. Ga ik even bekijken. De kledingkast nog wat moeten vinden. Die heb ik ook al wat gevonden. Oh ja. Dan moeten we naar de begane grond. Ja, dan gaan we nog meer dingen vinden. Nog meer codes. Ja, een 9... Op de plek, deze, hier. Een D. Kijk. Op de eerste plek. Oh, dan missen we er nog eentje. En dan hebben we hem. Hier ben ik ook een... Toegang is op de eerste een 1. Of tweede. Het is een 1. Een 1? Ja, we hebben hem. Oké. Hier moeten we het doen, hier. Oké, kan jij hem opnoemen? DS1989CZV. Thanks. Ja, ik zal hem even voorlezen. Ja! Dan hebben we als het goed is de doorgang hier gehaald, Robin. Hey. Level 7 voltooid. Wat is dit, een lange map? Heb je Pirates of the Caribbean gekeken? Het is tijd om te ontsnappen aan Davy Jones Locker. Daar gaan we. Gebruik je richtvaardigheden van de twee torens om de weg vrij te maken voor je vriend. Oh, de 1 moet waarschijnlijk met pijlen boven schieten. Oh, nee, ik ben degene die moet parcouren. Ik ook. Jee. Huh? Waar ben jij? Ik zie Jack Sparrow staan. Ja, ik zie helemaal niemand. Bevrijd je vriend van de torens nadat hij je heeft geholpen met parcours. Ik heb waarschijnlijk het parcours. Ik heb hier de pijlenboog. Ja? Oh, en ik moet op knopjes schieten. Maar... Dit wordt dat. Doe eens op knopjes schieten. Oké, ik schiet op het eerste knopje. Oh my days. Nee, doe nog eens. Ik kan ze allemaal toch tegelijk... Hier, ik kan ze allemaal inschieten. Hier. Ja. Ja, nou zijn ze allemaal open. Maar... Hey, ja. 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 Doe, ja. Ja. Door. Ja. Ja. En nu? Door. Oh, die daar. Die daar. Zo. Ja. Kan je het halen nu? Zeker weten. Oké, en nu? Nu moet je mij uit de toren bevrijden. Nee, ga ik niet doen. Ik ga gewoon... Alsjeblieft. Ik wil uit de toren. Jack Sparrow, die kijkt mij. Ik ga neerschieten. Hoe kan ik niet op die knop daar schieten? Oh, wacht. Dat is een stenen knop. Daar kun je niet op schieten. Kan je niet op stenen knoppen schieten? Ik heb ergens... Hallo, Max? Oh ja, je hebt ergens... de doorgang hier voor me vrijgemaakt. Je hebt me bevrijd uit de toren. Ik ben je enorm dankbaar. Klopt. Oh, waar moet ik heen? Wat is dit voor ondergrondse tunnel? Oké, dan gaan we hier omhoog. En dan kom ik uit in een nieuwe toren. Oh, nee. Hey, waarom ben ik weer in een nieuwe toren? Ja, ik moet gewoon parcouren. Ik heb weer knopjes voor je. Komt-ie. Dit is de eerste. Kan je erop springen? Jazeker. Echt? Ja. Waar ben je dan? Kom dan maar. Die? Verder. Dit is de volgende? Dan nee, die? Nee, dat is niet de volgende.
Ja, nog eentje waarschijnlijk. Nee, nog twee, denk ik. Die? Nee, ja, nog twee. Die zijn er niet. Ja, het moet. Nee, die zijn er echt niet. Ik kan nu niet parcouren, Max. Oh, daar. Werkt die? Werkt dit? Oh, je hebt het gehaald. Was het serieus die bovenste? Ja. Oh. Oh, wacht. Ik kan hier ook... Oh, ik kon gewoon naar beneden om te schieten. Het was me veel makkelijker. Davy Jones. Ik ben ontsnapt! Hallo! Level 8. Kersttijd. Geniet 9. Van de kerstsfeer en in deze kamers. En maak exact hetzelfde gebouw op het rode tapijt. Wat de een ziet, moet de ander bouwen. Oh jee. Spannend! Oké, prima, daar gaan we. Oh nee. Ja, ik moet nabouwen. Oh, ik moet uitleggen. Dit is vreselijk. Oké, zie je ook het rode tapijt? Daar moeten we op bouwen. Ja. Laten we als referentiepunt gebruiken de open haard. Open haard. Dan, als je mijn nametag ziet aan deze kant hier, zie jij ook een blauw cadeautje als shulkerbox? weet ik niet. Wacht, welke kant is de open haard? Niet bij de muur bij mij. Links. Nee! Dan moeten we ook echt synchroon bij... Oké, zie jij aan de linkerkant van de open haard een blauw cadeautje die tegen de bricks op de grond aanstaan? Ja, met een grijs dingetje erop. Ja, oké. Als je dan twee blokjes richting het rooien, drie blokjes richting het rooien, en dan tegen het rooien aan zit een roze blokje. Klopt dat? Ja, roze wol. Roze carpets heb ik ook. Roze wol. En witte. Ja, roze en witte carpets inderdaad. Oké, sta op die roze en dan heb je op dat hoekje de witte. Ja. Oké, laten we die witte pakken. Oké, op het hoekje inderdaad. Dan beginnen we. Wat heb je in je inventory? Ja, van alles. Oké, prima, prima. Je hebt alles. Oké, laten we dan richting de muur waar de uitgang is, weet je. Dus langs de open haard. Eén roze, een witte. Een roze, een witte. Een roze, een witte. Sta je nu op een witte en dan kijk je links sta je tegen het rechterblokje van de open haard. Rechter bar kijk je tegenaan. Ja, bij de sneeuwpop. Ja, bij de sneeuwpop. Ja, je kijkt de sneeuwpop aan. Oké, dan op het allereerste blokje rood er tegenaan plaats je een rail. Welke kant op? Gewoon op de grond. Ja, maar welke kant wijst de rail? Het is gewoon een normale rail. Ja, maar hij kan toch horizontaal en de andere kant op zijn. Oh, hij kijkt waar je... Als jij op het witte blokje staat, moet je hem gewoon vanaf het witte blokje erop plaatsen. Weet je, dus dan kijkt hij... Ja. Ja, dan ruimte ertussen. Dus een blokje roze, blokje wit. En dan daar nog één, precies hetzelfde. Ja, blokje roze, blokje wit. Naar links of naar rechts? Doorlopen. Niet waar we vandaan kwamen, dus doorlopen. Oké, dus de rail, één ruimte ertussen, nog een rail. Ja, en dan sta je, als je goed op dat witte blokje staat, kan je achter je kijken en dan kijk je naar een cadeautje of een kaars die op de grond staat of zo. Nee. Bij de open haard. Ja. Wat staat er dan als je achter je kijkt? Wat staat er dan daar op de grond? Oh, ik moest naar links, moest ik... Ja, doorlopen. Gewoon doorlopen moest je, als het ware. Ja, nee, ik dacht over de rail heen lopen. Maar, nee, op het witte blokje sta je, snap je? Ja, ik heb hem. Oké, dan één ruimte ertussen. Ja. Oké, dan als het ware gaan we nu zo'n houtstapel maken waar die rails overheen gaan, snap je? Ja. Gewoon een hele nette is het. Oftewel, je plaatst een houtblokje tegen die rails aan en die kijkt zeg maar... Dit zou je moeten kunnen, dit. Snap je wat ik bedoel met een houtstapel? Ja, dus een lijn hout. Dus een lijn hout van 3 dik. Van 3 bij 1, 2, 3, 4, 5. Van 3 bij 5 op de grond. En dan op de middelste doe je nog één dikke rij, weet je? Erbovenop. Snap je wat ik bedoel? Nee. Hoezo niet? Gewoon een zo'n typisch bouwdetail.